Het grote kerstbal in de Serenade in Linden staat op het punt van beginnen en het wordt heel bijzonder. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Het wordt een prachtige avond met een gevarieerd programma, prachtige zang en muziek op initiatief van Dave Hannaert. Ik wens iedereen een onvergetelijke avond met het grote kerstbal. Dave, het grote kerstbal in de Serenade. Ja, het grote kerstbal. Voor de tweede keer nou. Dus 2019 hebben we hem gedaan. Ja, door de corona kon het jaar later helaas niet doorgaan. En nou, 2022 gaan we het weer proberen. En kun je er iets over vertellen? Wie spelen er mee? Wie zitten erin? Ja, nou, het grote kerstbal is eigenlijk een mix van verschillende stijlen muziek. En er doen dus vele muzikanten mee die ik al heel lang ken. En mensen die ik heb leren kennen, talenten uit de omgeving. En, nou, we maken van klassiek, jazz, pop, Nederlandstalig, operetten, eigenlijk van alles. En ook alle leeftijden. En ook voor alle leeftijden. Ja, dus kan ik dan evergreens verwachten door zangers uit Liemde en Boksen? Ja, jaren 50, jaren 60 komt aan bod. De traditionele kerstliedjes. We hebben ook gewoon de mooie popnummers. We hebben mooie klassieke stukken. En ja, het switcht gewoon van het een naar het andere. Dus ineens zit je in de jaren 50 en ineens gaan we weer naar het heden. Jullie zijn van de? Zingers. De? Hart. Zingers. Zingen jullie hart? Hart. Hart? Mijn hart. Jullie zingen, oh, hart. Uit het hart. Vanuit het hart. I heard the bells on Christmas Day. Where old familiar carols play. And mild and sweet their songs repeat. Wat zien jullie er prachtig uit. Ja, dankjewel. Dankjewel. Jullie komen vast zingen. Wij komen het kerstbal opluisteren hier vanavond met een aantal lichtklassieke muzieknummers. Zowel duetten als met z'n vieren, maar ook alleen en elkaar een beetje aanvullen in de muziek. En wat moet ik dan aan denken? Welke liedjes? Bijvoorbeeld Liebenschweigen, Tanzen Möchtig. Duits? Ja, Duits. Nelle Fantasia. Dat is ook een heel mooi nummer met een heel mooi Italiaans nummer. Ja. En daarnaast zingen we maar nog meer. Funiculi, Funicula zingen we. Funicula, Spaans. The Holy City zingen we. En we beginnen met een prachtig mooi koor uit Martin Guerre. En dat is heel toepasselijk Bethlehem. Bethlehem, Bethlehem, look the star shines over Bethlehem. Komt helemaal goed hier vanavond. Ja. Ja, dankjewel. Super. Sie ist wahr, du hast mich lieb.
Ja, ik ben gewoon begeleiding bij de rest. Begeleiding? Ja. Ja, ik kan niet zoveel meer over vertellen. Ja. Nee, ja, ik vraag jou iets. Ja, nee, ik ben begeleiding, gewoon in de band. Ja, klopt, samen met de dwarsfluit. En, Speel je nog een solo stukje? Nee, vandaag niet. Nee. Ilse, wat is precies jouw functie bij de Serenade? Nou, ik help de organisatie met het maken van afspraken omtrent events. Ik heb gesprekken, voorbereidingsgesprekken met mensen om te gaan kijken, joh, wat willen ze nu precies? We gaan dit event draaien, doen een evaluatie naar de hand. Ja, dat gaat echt van de kleinste dingetjes tot van ticketverkoop tot welke hapjes willen ze, echt alles erop en eraan. Dus de organisatie eigenlijk? Ja, echt de organisatie. Hoe gaat het in zijn werk? Als mensen willen optreden in de Serenade, en dan moet je dus Ilse bellen. Ja, dan wordt er contact gezocht en dan gaan we eens even kijken welke datum zij willen reserveren, zeg maar, en wat hun exacte mensen zijn, of wij daaraan kunnen voldoen als Serenade. We gaan dan in gesprek, we plannen een voorbereiding en vanuit die voorbereiding gaan we de verschillende stappen doorlopen. Lichtgeluid, biermengebruik, andere behoeftes, zeg maar, vanuit de zaal. Of vanuit eten en drinken, kan natuurlijk ook, want er zijn ook vaak behoeftes. En dan maken we wat afspraken ter voorbereiding aan het event. En zo zorgen we steeds dat we goed bij elkaar blijven, dat we een goed contact houden, zodat we een goed event kunnen neerzetten. Na het event hebben we ook altijd een evaluatie, want we willen natuurlijk heel graag weten waar de verbeterpunten aan onze kant liggen, waar ze aan hun kant liggen, zodat bij een vervolg event, zeg maar, we echt een verbeterslag kunnen gaan maken. Het lijkt me vrij moeilijk in deze tijd ook voor de Serenade. Ik heb begrepen, jullie krijgen geen subsidie. Je moet het allemaal zelf doen. Hoe moeilijk is het dan om toch alles voor elkaar te krijgen? Ja, dat is heel lastig. Je hebt stabiele huurders nodig. Dus dat we een vaste inkomstenbron hebben, zeg maar. Op de... En die heb je? Ja, die hebben we. We hebben iedere avond hebben we bezetting. We hebben hier en daar nog wat middaggroepjes zitten. Zeg maar moet ik dan aan denken? De Fanfare of zo? Of, Ja, Fanfare Concordia zit hier. De Bridge Club zit er standaard. We hebben een toneelclub die nu weer actief aan het worden is. We hebben Voices, die een repetitieavond heeft. Dus zo hebben we echt diverse groepen. Ja, dus jullie kunnen het hoofd boven water houden? Ja, wij houden het hoofd boven water. Het is wel hard werken. En we zijn altijd op zoek naar extra mensen die ons willen helpen, vooral vrijwilligers. Nou, pak de camera, zou ik zeggen. Nou, mocht je eens zin hebben om met ons mee te kijken in de Serenade, ben van harte welkom om samen een afspraak te maken. Drink een kop koffie en dan gaan we eens kijken waar jij past binnen onze organisatie. Eenmalig of treed je met dit gezelschap ook elders op? Ja, we doen morgen hebben we de kerstbal in Oosterwijk. Daar doen we het dan wel voor 10e jaar al. Dus daar is het eigenlijk een beetje begonnen. 10 jaar geleden. Dus daar doen we het morgen in Oosterwijk.